Onderzoek heeft uitgewezen dat veel inheemse vrouwen langs de grens met Frans-Guyana kwik in het lichaam hebben. Dit vertelde de ambassadeur van Frankrijk in Suriname, Nicolas de la Coste, eerder aan de pers rond de viering van de Day of Friends. De diplomaat noemde ontwikkelingen heel erg zorgwekkend. And we have different kind of declaration statement of good neighborhood that we engage both the French side, the Surinamese side, to make sure that the population living in these border areas on one side or the other are living in good condition. Now, when you see that 90 to 95% of Amerindian pregnant women down in the south on the French side are contaminated with heavy metals like mercury, and this is something that has enormous impact. 90 to 95%. Yes, on the French side, we've been measuring this. You know, you take samples of the head, you take samples of the placenta of the babies, you can measure this, and we've been measuring this for the last 30 years. De La Coste zegt dat Franse wetenschappers het onderzoek naar metalen in het lichaam van de inheemse bewoners al jaren verrichten. Hij benadrukt dat de hoge kwikgehalte in het bloed veel negatieve gevolgen met zich meebrengt voor de inheemse populatie in het gebied.